dat heet? Mag ik wel even zien? Ik kom niet op de televisie, het is voor een schoolproject. Wat hebt u vrijwillig gedaan in 2011? Vrijwillig? Bedoel je vrijwilligerswerk of zo? Of heb ik niet gedaan, helaas. Ja, dat is een goeie. Daar schaam ik me misschien wel een beetje voor, maar niet zoveel eigenlijk, Nick. Niet zoveel eigenlijk. Helemaal niet. Ik heb geen vrijwilligerswerk gedaan. Vrijwillig, hè? Nou, eigenlijk heel erg. Ik heb niks gedaan, denk ik. Niets. No trabajé voluntario porque he estado trabajando por salario. Hebt u echt niet iets gedaan van iets goeds, iemand op straat helpen, geld inzamelen, zoiets? Nee, niks. Oké. Okay. Alles gedoneerd. Ik heb vrijwillig gedaan in 2011 bij een festival voor verstandelijke gehandicapten in Limburg. Daar heb ik 2 dagen meegeholpen en dat festival heet Funvol. Ik heb gewerkt voor voedselbank hier in Krijnest. 8 maanden gewerkt. Ik werk in een soort jeugdsoos en daar werk ik vrijwillig. Dat doe ik in 2000, heb ik in 2011 gedaan. Wat ik vrijwillig heb gedaan, kan ik niet meer zo goed. Misschien iemand helpen of zoiets? Vaak. Mensen helpen doe ik wel. Maar waarmee? Ja, met boodschappen helpen, showen en zulke dingen. Degene een lift moeten pakken en zulke dingen. Oh, dat doet u heel erg goed. En gewoon kinderen oppassen, ja. De weg wijzen. Vrijwillig? Ja. Begeleiding van feesten bijvoorbeeld. Wat voor feesten? Ja. Familiefeesten, bijvoorbeeld als jij een feestje hebt. En dan vraagt misschien jouw neef of je moeder van kan je voor ons daar staan zodat geen vreemden naar binnen komen en dan ga ik voor de deur staan. Ja, mensen helpen in de kerk en zo, weet je. Vrijwillig werk in de kerk, zo'n beetje. Ja, dus dat man. Tijdens de kerkdienst lees ik uit de Bijbel. Ja, dus dat man. Nou, ik heb in een legerenceel gewerkt. Dat is alles. En wat hebt u daar gedaan? Koffie uitgedeeld aan daklozen en wat administratie. Heb huiswerkbegeleiding gegeven. Dat is het eigenlijk een beetje. Vrijwilligerswerk, no? In een bejaardentehuis heb ik qua activiteiten met de ouderen, de bingo's. Ja. Ik heb geld gespaard voor kinderen met kanker. Ik heb jullie geopend nu. Ik sta hier aan. Ja. Ja, dus dat man. Goede voornemens voor 2012. Goede voornemens voor 2012. Nee, ik kan niet zeggen stoppen met roken, want ik rook niet. Dus dat scheelt alweer. Goede voornemens. Werk zoeken? Ik heb net als iedereen heel veel altijd. Een van mijn goede voornemens is om in ieder geval heel positief te blijven. En te stoppen met roken. Maar dat is me tot nu toe nog niet gelukt. Ja, nou, misschien stoppen met roken. Nou, dat ik stop met roken en dat ik meer ga sporten. Ja. Ik dacht zelf wel stoppen met roken. Probeer te stoppen met roken. Oh, dat doet hij goed. Nou, stoppen met roken, gezonder gaan leven. Ja. Nou ja, weer vrijwilligerswerk natuurlijk doen en wat meer gaan sporten. Dat is ook een goede voornemen. Nee, heb ik nog niet. Moet nog goed over nadenken. Specifiek voor mezelf denk ik. Gewoon om positief in het leven te blijven staan. Ondanks alle tegenslagen. Toch met een goed hart er tegenaan te gaan. Ik ga blijven vrijwilligerswerk doen. Naast de voedselbank ook andere plaatsen. Die kijken waar het nodig is. Heel veel vrijwilligerswerk doen.
om misschien eens een beetje vrijwilligerswerk te kunnen gaan doen. Maar ik ben al een ouwetje van 70 jaar. Ik kreeg een pensioen. Dus kan ik zeggen, ik wil graag als vrijwilligerswerk gaan werken. Alleen als ik mijn ijsje krijg en mijn snoepjes en mijn koekjes, begrijp je? Dan doe ik graag. Blijven leven. Weet ik eigenlijk niet. Ja, veel geluk man. En ja, al die kinderen moeten leren hun best doen. Vooral op in de Bijlmer, weet je. Hard aan mijn groep werken, kijken of ik ze hun niveau omhoog krijg. Maar ja, dan moeten ze zelf ook meewerken. Nou, naar school gaan. Ja, meer geluk, hoop. Mensen helpen, ja, dus de armen, weet je. Dat er minder economische crisis hier komt. Mijn plannen is met vakantie weggaan. Ja, mijn país. Ik ben daar van de Dominicaanse Republiek. Ja, ik ben bezig met een nieuw koophuis. Dus ik hoop dat dat lukt volgend jaar. Veel geld maken. Nog wat meer vrijwilligerswerk te gaan doen. En gauw beter worden. Ik moet volgende week, moet in januari naar het ziekenhuis voor een operatie. Ik hoop dat ik daar gauw van herstel aan mijn oog. Dan kan ik daarna weer beter zien. Ja, gezondheid. Vrede vooral.